Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, beste Botlek-kijkers. In de plaats van Joop van der Hoor ben ik uitgenodigd door Roel van Deursen om kort toelichting te geven over waar men mee bezig is op Voorstraat 14a in Spijkenissen met de bekisting waarop de hond Max volgende week wordt geplaatst. Volgende week woensdagochtend gaan we de hond Max in brons ophalen in de bronsgieterij in Waardenburg, Steilaard. En Joop en ik zijn er van de week geweest en men was drukdoende met het lassen van de verschillende stukken. Zo'n hond kan niet in één keer gegoten worden, dat wordt in delen. Dus de poten, de romp en de kop worden apart gegoten. Maar Hans Steilaard was drukdoende met het in elkaar lassen van de delen, waarvan je straks totaal niets meer ziet van de lasnaden. Puur glad, mooi glad en met de structuur zoals bedoeld, zoals Tineke nu dat bedoeld heeft qua structuur van het haar van de hond Max. Hier zijn de werknemers van de firma Wilms uit Schiedam, hebben de bekisting geplaatst, is met een volledig waterpas aan het zetten en straks gaat de betonmolen draaien en de beton in de bekisting. En als het goed is wordt die aanstaande maandag ontkist, zoals men dat noemt, en moet de sokkel helemaal top en top daar staan. Mijn naam is Charles Romeus, ik ben van aannemingsbedrijf Wilms uit Schiedam. Aan ons is gevraagd om de bekisting te maken voor de sokkel van het monument. Dat hebben we gedaan aan de werkplaats, zoals dat heet, prefab klaargemaakt, zodat die klaar is voor transport. En hier, zoals u later in het filmpje zult zien, hier is die dus in de straat gesteld en wordt de beton ter plaatse gestort. Aanstaande maandag, als dat van toepassing is, dan gaan we hem ontkisten. Dan kijken hoe die eruit komt, eventueel nog een beetje oppoetsen. En dan zullen we aanstaande woensdag het monument erop gaan plaatsen. Dat wordt erop geboord met chemische ankers, zodat die goed vast zit. Zodat het er niet afgestolen kan worden, hè, want het is brons. Dan is die klaar voor de onthulling van volgende week vrijdag. Het proces voor vandaag dat is geweest om de bekisting te stellen. De straat opengemaakt, bekisting gesteld, ijzerwerk erin gebracht. Want er zit wel staal in de fundering, moet staal zitten, anders zou die uit elkaar vallen. Hij is nu bijna klaar om gestort te worden. Dus dat is het verhaal van de sokkel. Het totale gewicht wat hier op straat komt, dames en heren, is om en bij 1000 kilo. Ja, kom maar. Waar ben je mee staan? Ja, dit is niet zo.